Soms loop je door de trein en dan loop je op iemand af. En dan zeg je, mag ik even naast je zitten? Dan zeggen ze, ach, ik ben al eens erin geweest. Zo ook met deze man. Maar, dat is volgens mij wel 3 jaar geleden. Dat is zeker 3 jaar geleden. Als niet langer. Ja, volgens mij 3 jaar geleden. Zijn de kijkers al lang weer vergeten, joh? Nou, ik weet niet. Ik word nog wel eens herkend. Hé, jij was toen op tv. Want dat wordt bij jullie gelukkig nog wel eens herhaald. Yeah. En dat staat op mijn site, staat het filmpje. Oh ja? Op de Hives pagina hebben ze dat filmpje neergezet. Maar dat is met mijn voorganger geweest dan, denk ik. Want ik kan het me niet herinneren. En, op het laatste moment nog. We moesten vlak voor Sneek Noord. En ik moest in Sneek eruit. En dat is echt binnen... We moesten de trein uitspringen. Toen reed hij ook gelijk weer. Nou, we hebben nu alle tijd. Hé, hey, wat zie je eruit, man? Wat bedoel je? Met al die tatoeages. Ja. Ik heb ze nog eenmaal. Is toch verschrikkelijk asociaal? Ja, dat is jouw mening misschien. Maar die deel ik niet. Nou, ik zou het niet willen, hoor. Nee? Zonde. Nou, de vaste kijkers weten dat ik nu zit te ouwehoeren. Hé, hey, maar zit je er echt helemaal onder? Nou, nog niet helemaal. Er zit nog genoeg plek over. Ja. En alles in het zwart-grijs? Ja, ik heb geen kleur, geen kleurtinten. Heeft het ook, zitten er ook tatoeages tussen met betekenis? Ja. Deze toevallig. Die heb ik laatst gezet op het eren van mijn moeder. Die is onlangs overleden en toen heb ik... Toen ze nog leefde, heb ik hem erop gezet. Ja. Dat heeft ze nog gezien. En, ja. Okay. Een diamanten hart ter ere van mijn moeder. Ja. Ja. Dat heeft wel een betekenis dan. Ja. En de rest, omdat ik ze mooi vind. En ja, we hebben wel bepaalde betekenissen hoor. Deze Times Keep Slipping Away. Nou ja, ook een motto in het leven. Hè. Tijd staat niet stil. Eentje met inkt addicts. Ja, je bent een beetje inktverslaafd als je zoveel. op een gegeven moment word je wel verslaafd eraan. Inktverslaving. Nou, VNN, Verslavingszorg Noord-Nederland. Hier hebben we weer een nieuwe verslaving, hoor. Hey, maar hoe is dat begonnen dan? Nou ja, ik nam ooit zelf één en later ben ik zelf in het vak gerold. Ja, maar ik zie een dingetje hier hangen. Ja. Dat lijkt me zo'n tatoeagepistool. Ja, klopt. Tattoo gun. Je zet zelf tatoeages? Ja, ook bij mezelf. Deze hier heb ik allemaal zelf gedaan. Nee, dat meen je niet. Deze heb ik zelf gedaan, een hele grote op mijn been. En deze hebben we zelf gedaan. Dus je bent in staat om jezelf pijn te doen? Ja, heel vreemd, maar het lukt wel. Dat lukt mij niet hoor. Ja. Hey, maar je hebt een eigen zaak? Ja, in Sneek, op de supermarkt. Hattoes Tattoo. En dat is je werk en dat is ook je hobby? Of... Ja, ik heb van je hobby je werk kunnen maken. Dus dat een mooie combinatie is er niet. Nee. Nou, misschien komen we nog wel eens bij je lang, joh. Ja, dat zou mooi wezen. Is er nog iets waarvan je zegt van, hey, dit moeten jullie beslist nog even zien? Trek je shirt uit of wat gaat er gebeuren nog? Nee, laten we dat maar niet doen. Nou, wie weet komen we nog een keer bij je langs. En anders dan zien we elkaar over 3 jaar weer. Ja, afgesproken. Even je naam vergeten nog. Arthur. Arthur, bedankt. Ja, misschien tot ziens. Ja, oké, hoi.